We zijn neergedaald in een gebied dat sinds de 12e eeuw tot het koninkrijk Bohemen behoorde, maar door enige schermutselingen tegenwoordig Tsjechië heet. In Nederland speelt de adel eigenlijk nauwelijks nog een rol, want er komt niets nieuws bij. Maar hier, in Midden-Europa waar ik nu ben, krabbelt de adel op de ruïnes van het communisme. En ik heb een afspraak met een van die edellieden, prins Johannes Lobkowitz. Hallo. I don't say von Lobkowitz. You're not a von. Well, we don't say von. Why don't you do that? Because it belongs to your name, isn't it? Well, not really. It's Prince Lobkowitz. How many princes does this country still have? Well, I would say family-wise, 4. Er zijn dus 4 prinselijke families in Tsjechië, waarvan de Lobkowitzen misschien wel de voornaamste zijn. In Tsjechië heeft de adel geen staatsrechtelijke betekenis meer. Maar langzaamaan komt de aristocratie terug in het oude Habsburgse Rijk en in de huizen van hun voorouders. Could you show me the house? Yes, of course. Please come in. Ik weet echt nooit of je nou de voor of de na bij een prins gaat. Ik ga er gewoon na. Prins Johannes Lobkowitz bezit en beheert hier het landgoed Draienice. Aan de trofeeën is onmiddellijk te zien dat we hier in een oud adellijk huis zijn. What's this? A wild boar which was shot by my father-in-law on one of our driven shoots here. Alle machten van de lugubre apparaat, zeg, ligt daar. Je zal erop trappen. Tijdens de machtsovername door kameraad Stalin werd de adel hardhandig verjaagd. Na de val van de muur kregen in Tsjechië een handvol oude families de kans om hun grond terug te vorderen. Aan hun de taak de inmiddels zwaar vervallen huizen in oude glorie te herstellen. So just to give you a little bit of an instance how things looked when we came here, you have the old orangerie across the street, which was used as a gardener's house by very my... Very old. Yes, it's an old house, but most of the things looked very similar here. So this was really an awful disrepair, no electricity, no water. Het communistisch bewind gaf de prinsen en jonkers 2 opties. Werken als dwangarbeider of wegwezen. Johannes Lobkowitz' grootvader koos voor het laatste en vluchtte naar Duitsland. He sold some fishing equipment to the locals to have the money to pay to the guy who took him by foot to Regensburg. That was he walked all the way to Regensburg? Yes. And then with nothing. With a rucksack, with his 2 pairs of shoes and with nothing basically. And in Regensburg they were in a camp and he was visited in the evening by the butler of the Turner taxes and asked would he want to come to dinner and he said yes but what are we going to wear? Well, tails of course, sir. But I left those in Bohemia. I'm so sorry, sir. There was no dinner. De Lobkowitzen hebben op het landgoed een bijenhuis voor het personeel. Maar aan beziening is ook gedacht bij dit gelovige geslacht. Prins Lobkowitz heeft daarvoor een heilige plek aan huis. So, this is the chapel. It is a centerpiece not only of the house itself, but of the village. And it is maybe the piece which connects us a little bit to the village. Het gepeupel uit het dorp komt dus iedere zondag naar de mis in deze privékapel. Bespeuren wij hier een terugkeer naar feodale tijden? How do the villagers see you as a nobleman, as the owner here, as the landlord? I expect you would have to ask them. I think they see me more importantly, now this is a little bit snobistisch, as a Lobkowitz, because the Lobkowitz family has been connected to this country for centuries. Mm-hmm. Dit geslacht behoorde altijd al tot de heersende klasse en is nog steeds verbonden met oude Europese aristocratie. I have Spanish ancestors and Italian ancestors and German ancestors because in the old times nationality was not a concept. It was family and the family lived here or lived there and you were not German or Czech, you were a Lobkowitz for instance. In Tsjechië is het voeren van een titel sinds de val van de monarchie in 1918 verboden. Maar de oude families trachten hun tradities stoïcijns voor te zetten, waarbij instandhouding van het familiebezit de essentie is. For one generation being an aristocrat, okay, but inherited.
You have to look at it like looking at a house. Yeah. Would a modern house be nicer? Very probably, and more comfortable. But if this house was not standing here, it would be a pity in its own right. And that's what we need people like you for. You don't need me, of course, thank goodness, but I think some people enjoy that we still exist. Some people enjoy that we still exist. En dat is nou het mooie van dat oude geld. Ze kunnen het zo aardig, zo subtiel, zo beschaafd zeggen. Thank you very much. Thank you.